Het bijzondere verhaal achter M&M's waarvan jij waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord. De originele melkchocolade M&M's werden in 1941 exclusief gemaakt voor Amerikaanse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het buitenland werden ingezet. Normale chocoladerepen maakten toendertijd al lang deel uit van de militaire rantsoenen, maar zorgden altijd voor problemen wanneer de soldaten moesten vechten in warme gebieden. De chocoladerepen waren vaak helemaal gesmolten en zorgden voor meer troep dan genot. Dit is precies waar M&M's van profiteerden. Door de speciale vorm, het knapperige omhulsel van chocola en de kartonnen kokers waarin de M&M's werden verpakt, was het vele malen beter bestand tegen warmte, waardoor het al snel uitgroeide tot dé favoriet onder de soldaten. Pas in 1947 werden M&M's ook aan de normale burger verkocht, waardoor het uitgroeide tot wat het vandaag de dag is.